Dus ook koekjes bakken mag u uiteraard gewoon doen als u denkt het is leuk. Maar meestal is het altijd voor de kinderen. Zoals je weet is het morgen Pasen en overmorgen ook weer Pasen. Dus het is vanavond ja, niet zo heel druk, maar morgen is het extreem druk. Dus houd een klein beetje eten nog over voor de komende 2 dagen. Dus, anders gaan we niet redden, want we hebben echt vandaag valt mee. 2 echt topdragen met live cooking vol. Deze zaal hier achter u, waar de bank ook gaat, zit morgen helemaal vol met live cooking. Het is maar goed dat u vandaag komt en niet morgen of overmorgen. Want we moeten ook meer betalen, morgen of overmorgen, het is wat duurder. Ja. Dus het is heel slim dat u vandaag komt, dat scheelt alweer 5 euro per persoon. De drankjes zijn inclusief. We hebben wel een wijziging aangebracht in het assortiment. Dat officieel zit alleen bier, fris en wijn tegenwoordig bij de prijs inbegrepen. En geen potje, vieux, jenever, met afgekorn. Dat zit officieel niet meer bij in. Oh. En dat hebben wij gedaan omdat wij hebben helaas ook last van heel veel jongeren. Nou, u bent ook allemaal heel jong. Maar we hebben heel veel jongeren die overlast veroorzaken omdat ze heel veel gaan drinken. Nou, weet ik dat u ook heel veel drinkt. Maar u houdt het tenminste nog een beetje rustig. Dus vanavond mag u wel gewoon normale drankjes, bier, fris, wijn, potje, jenever, afgekorn. Mag je gewoon allemaal nog gewoon drinken of eventueel een palmpje of iets anders van bier? Weet dat vorig jaar. Wie was het nou? Was er een ander soort bier gedronken? Kijk, precies, dat mag gewoon. Maar officieel zit het er niet meer bij in. Dus, maar dan weet u dat, mocht u nou een keer komen met een groep van jongeren tussen 18 en 20. Ja, dan gaan we het streng zijn dat u alleen bier en wijn mag drinken. Dus, maar u mag het gewoon nog blijven drinken en volgend jaar als je komt mag u ook nog blijven drinken. En jaar en jaar. Zolang ik hier werk mag ik hier nog blijven drinken. Dat zou waarschijnlijk nog heel lang zijn. En, als er vragen zijn, weet ik heb 2,5 bediening vandaag in de zaal. Ik heb Maxime in de zaal. En Fleur. En mijn collega Anouk die helpt hier een beetje.